Onderwerp Radio Nieuwe Stijl, Access 2 Radio. Als eerste omroep in Nederland gaat de regionale zender NH Radio gebruik maken van een automatisch gegenereerde nieuwsbulletins. Dat wil zeggen, geschreven teksten worden volautomatisch omgezet in gesproken audioberichten. Laten we even luisteren hoe dat klinkt. De 23-jarige Haarlemmer die zaterdagnacht werd aangehouden na een explosie aan de Vrijheidsweg in Haarlem is weer vrijgelaten. De Haarlemmer werd aangehouden na de explosie die vermoedelijk ontstond door een zware vuurwerkbom die door de brievenbus van een woning werd gegooid. De bewoonster van de woning, een 48-jarige vrouw, raakte daarbij zwaar gewond. Ja, is dit mooi, is de vraag. Moeten we dit willen? Is dit de toekomst? Iets voor het ANP wellicht. De techniek is ontwikkeld door de start-up Access 2 Radio en Richard Otto van Access 2 Radio is hier aanwezig. Welkom. Goedemorgen. Mag ik meteen even een beetje zuur doen? Graag zelfs. Ik mis wat emotie in deze stem. Ik snap dat het over nieuws gaat en dat je dat feitelijk moet brengen. Maar dit is wel heel klinisch. Maar het lijkt een beetje op Marcel van Roosmalen eigenlijk, als je het zo bekijkt. Nou ja. Ook monotoon. Bij Marcel van Roosmalen hoor ik van alles in die stem. Ja, maar ik maak me grappig. Uiteindelijk is het zo dat... Want wij hebben dit eigenlijk bedacht... Met de gedachte van dat je momenteel thuis zit... de Volkskrant leest of de Telegraaf... en vervolgens in de auto stapt. En dan eigenlijk altijd het merk Volkskrant of Telegraaf wegschuift voor een Spotify, 538, Radio 1 of BNR. En nu heb je eigenlijk de mogelijkheid om als uitgever een nieuw kanaal in te zetten. Mm-hmm. Voor zeer lage prijzen. En dat biedt nieuwe momenten, eigenlijk consumptiemomenten. En dat is interessant voor de mensen on the move. Maar ook voor visueel beperkte. Zoals Vincent Bijlo, die ook ambassadeur is. Die is ook zeer tevreden hierover. Ja. En we zijn nu ook bezig om te kijken van hoe kunnen we hier emotie aan toevoegen. En hoe kunnen we met voice cloning misschien zelfs Fred Emmer weer tot leven brengen. Uiteraard wel met goedkeuring van de familie. Ja. Dus het is een begin. En ik begrijp ook wel dat binnen de radiowereld de hakken in het zand gaan. Dat had je vroeger maar ook toen... Toen de auto kwam en mensen met paarden dachten van... Nee, ja, nou ja, daar had ik iets aan. Ik constateer vooral dat het luistert niet heel prettig. Het is een begin. En als je kijkt waar we een maand geleden stonden... en waar we nu staan en welke stappen we nu gaan nemen... ook op voice cloning en ook op het gebied van emotie... dan gaat het heel snel. Maar uiteindelijk wat ik nogmaals wil zeggen... we zijn niet een vervanging voor de radiopresentator. Nee. We zijn een verrijking voor de uitgevers. Joost Oranje, vind je dit een verrijking? Nou, ik ben wel met je eens dat... Ik moet steeds denken aan Mind Your Step op Schiphol. Oh ja, dat hoorde ik er ook in, ja. Is dat dezelfde mevrouw misschien? Het is het, als je het zo hoort, is het net niet, voor mijn gevoel nog. Ik snap de gedachte erachter wel. Maar radio is toch ook wel... Ja, het is ook wel een medium van de directheid. Ook van de menselijke directheid. En van de menselijke stem. En dus ook van de emotie. En af en toe is een kuchje of een slik of een snik... kan helemaal geen kwaad op de radio. Dus dat mis je wel echt. Ook dat kunnen wij toevoegen trouwens. Oké. Okay. Ja, de voice cloning, dat vind ik wel een interessant verhaal. Dat je gewoon zelf kan uitzoeken of het inderdaad Fred Emmer nog kan zijn van vroeger. Of dat jij het bent kan. Of wie dan ook. Dan wordt het wel een interessant verhaal. Ja, we willen echt niet de waarom de, vind je dat interessant dan? Nou, dan ga ik weer luisteren. Ik vind dit is een seksloos stemmetje, zeg maar. Ja. Mind the gap, zo'n soort gevoel. En dan, op het moment dat jij het bijvoorbeeld vertelt... of dan ga ik zeggen dat jij sexy bent, maar... Er mag wel iets meer passie in. En dan wordt het... Er zitten een aantal voordelen in. Als iets nu gepubliceerd wordt bij de Telegraaf... dan zou dat met ons systeem binnen 2 minuten omgezet kunnen worden... in een stream of in een micro-podcast. Dat kan ook naar iTunes of naar Spotify. Als nu hier iemand zit die een boek promoot... Ja. Of een boek heeft uitgebracht en je vindt het niks... een Arno Grunberg of weet ik het... Dan moet je daar naar luisteren. Je kan dat niet wegzappen. Wat wij kunnen doen met dit systeem... is dat we zelfs iedereen zijn eigen stream geven. Ja. Dat we totale relevantie bieden. Een stukje maatwerk is het eigenlijk. Nou ja, we kunnen zeggen van... als we weten dat iemand van Ajax houdt... eigenlijk altijd in Hilversum is... dan kunnen we daar het weer ook op aanpassen. Dan hoef je niet te horen of de file staan in Groningen. Nee, het is onbewolkt boven de Amsterdam Arena. Ja, dus je kan totaal maatwerk leveren. En uiteraard, het is een... wij hebben nu die vlag hier in de grond gestopt. Ja. Wij zijn van bewust...
bewust dat wij geen radio presentator helemaal na willen doen. Nee. Maar wat doe je nou bijvoorbeeld? Hè? Met een, want je, het ene nieuws is het andere niet. Het heeft een andere lading ook. Ja. Dus stel, Ajax heeft een beker gewonnen, om even in voetbaltermen te blijven. Ja. Of er is een moord gepleegd. En dat, als ik deze mevrouw hoor, die gaat dat op dezelfde toon voorlezen. Ik weet niet of we dat moeten willen. Dat is nu deels het geval. Maar wij kunnen met machine learning kunnen wij verbanden leggen, waardoor de emotie dus ook aangepast kan worden. Dat is nu nog niet het geval. Maar goed, we kunnen ook... Dan druk je op de knop het heftige filtertje. Die druk op de knop hoeft dan niet meer. Hè? Want dat is het liefst wat we willen, is natuurlijk dat wij voor een zeer beperkte prijs, hè, dan moet je denken aan een paar duizend euro per maand, dat wij gewoon nieuws kunnen omzetten. Ja. En voor kleine vakmedia, et cetera, zoals een Adformatie of een paardenmagazine, dan moet dat niet meer dan een paar honderd euro kosten. Mm-hmm. Want dat, meer kunnen die uitgevers niet hieraan uitgeven. Dus het is echt een extraatje. Wat interessant is voor de consument, denk ik. Zou het iets kunnen zijn voor Arno Cantelberg bijvoorbeeld? National Geographic en Esquire hoofdredacteur op de een of andere manier? Arno? Ja, kijk, dit is een ander verhaal. En aan radio presenteert het echt anders. Mm-hmm. Die stellen het echt wel voor als een vervanging van de nieuwsbulletins zoals we die nu kennen. Nou, dat is niet dus in helemaal die zin, waar, hoor. Als je dit wil, jullie zetten het niet zo in de markt. Maar het kan door radiozenders natuurlijk wel gewoon daarvoor gebruikt worden. Het is in die zin gewoon we zitten nu, geloof ik, in de derde golf van kunstmatige intelligentie. Die staat ons te wachten. Ja. En dan zijn dit wel ontwikkelingen die eraan zitten te komen. Ja. Als je zeker als je stem... NH, die hebben een probleem. In de nacht hebben ze geen presentatoren. Mm-hmm. Hebben ze alleen playlists. Nee, daar hebben ze geen geld voor. Ja. Nou, dan kan je hier dus vanuit NH Nieuws kan je dit gewoon automatisch omzetten tot bulletins. Ja. Maar wat nou als NH zegt, dit is zo succesvol, het gaat zo lekker en het is zo lekker goedkoop. We gaan het overdag ook doen. Dan hou jij dat niet tegen, denk ik. Kijk, dat zijn keuzes die zij moeten maken. Zeker. Maar dat geldt. Maar dat bedoel, zijn jij keuzes wil natuurlijk zoveel mogelijk verkopen, om het zo maar even te zeggen. Ik denk dat het 20 jaar geleden zaten hier ook meer mensen hier in de studio en waren er meer mensen nodig. En is de techniek heeft een heel aantal dingen overgenomen. Dus ja, ik denk ook dat die mensen die dat hebben gemaakt, die techniek, ook niet hebben gezegd van nou, dit moeten we niet doen. Uiteindelijk is het de keuze van iedereen. Of je op het paard met kar blijft zitten of in de auto. Maar omdat je zo nadrukkelijk zegt dat het, nogmaals, het is niet een vervanging van de nieuwslezer. Maar goed, daar kan het zomaar naartoe gaan. Dat is ook het punt wat Arno maakt. Ik denk dat de nieuwslezers van NH Radio zich meer zorgen moeten maken dan hier nu wordt gesuggereerd. Kijk, dat wil niet zeggen dat ik degene die de techniek uitvindt hier iets kwalijk ga zitten nemen. Het gaat erom wat radiozenders hiermee willen doen. Zeker. Ja. Joost Oranje, hoe ver mogen we gaan met de automatisering van het nieuws? Ja, ik vind dat de journalistieke toets natuurlijk het allerbelangrijkste is. En dat keuzemenu, wat u net ook eventjes, hoe persoonlijk het je het kan maken, dat vind ik toch veel zorgwekkender. Omdat de kracht van journalistiek moet toch ook zijn dat je een breed aanbod doet. En dat je je ook laat verrassen. Niet alleen als journalist, maar ook als consument. Ja. En als je alleen maar het weer in de arena en Ajax, hoe lief ik Ajax ook heb, Je krijgt een soort algoritme nieuws aanbod. Ja, en dat vind ik wel zorgwekkend. Ik begrijp dat je bang bent voor de filterbubbels. Aan de ene kant, als ik nu de Volkskrant lees en er staat een Ajax verhaal. Ik ben niet zo'n voetballiefhebber, dan sla ik die ook over. Word ik ook niet verplicht om daar naar te luisteren. Ja, maar dat is een beetje de omgekeerde redenering. Het gaat, dan sla je dat. Maar jij hebt tenminste de kans om het over te slaan, omdat je het hebt gezien. Nee, je hebt ook de kans voor ons om het te beluisteren, hoor. Waar mij het om gaat, is dat je de kans krijgt om iets te zien wat je dan wel leest en waar je door verrast wordt. En als je van tevoren die algoritmes hebt ingesteld, dan komt dat niet voorbij. Nee, maar dat is ook een keuze van de uitgever. Of zij willen dat je een ultieme relevantie biedt, of dat de redacteur bepaalt wat de luisteraar krijgt. Ja. Ik denk uiteindelijk dat als de redacteur helemaal bepalen wat de luisteraar krijgt, dan is er een kans dat ze gaan switchen naar een andere partij die meer relevantie biedt voor de partijen. Dus ik wil, de filterbubbels is een mogelijkheid, is niet iets wat wij verplicht doorvoeren. Dat geeft meer aan wat de technieken kunnen bieden. Maar ook dit zijn wat Arno net zei, natuurlijk sluiperderwijs ontwikkelingen, zoals het voor die stem omgaat. Dus ik ben blij dat hier nog een man van vlees en bloed zit om het nieuws te lezen. Kijk, ik ben wel benieuwd naar die stem nu inderdaad. Hoe luister jij eigenlijk naar zo'n geautomatiseerde nieuwslezer? Nou ja, die kan het nog niet. Nee? Nee, want die legt op elk woord klemtonen, dus dan komt het nieuws niet over. Ja, precies.
Maar ik weet wel dat in de toekomst gaat dat natuurlijk beter. Dan kan een computer misschien wel bepalen waar in een zin de klemtoon moet komen te liggen. Ja. Is dat waar jullie nieuwslezers het over hebben? Is dat iets waar je met angst en beven naar uitziet, naar die toekomst? Of maak je daar geen zorgen over? Nee. Ik denk dat jouw rol ook veel groter is dan alleen je stem. Jij maakt ook teksten die jij voorleest. En dat blijft ook in de toekomst het geval. En uiteindelijk. Maar hij maakt die teksten met de gedachte dat hij ze straks zelf moet gaan voorlezen, ook natuurlijk. Nou ja, dat is een onderdeel. Dat hoeft niet misschien straks. Ja, maar dat is dus de ene kant van. Het maken van de tekst is de ene kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal is hoe je die tekst overbrengt. En dat doe je door op een bepaalde manier in zinnen klemtonen te leggen. En dat doe je. Door nadruk te leggen op een woord. Maar ook door het wisselen in tempo in je bericht. Door te wisselen in melodie, in klankkleur, in hoogte en laagte. En dat kan je misschien een computer ook wel leren. Maar dan ook weer niet door een heel bulletin variërend te doen. En elke nieuwslezer is anders. Dus je kan een nieuwslezer niet één opdracht geven, denk ik. Het zou wel leuk zijn om een keer te proberen. Als een computer het nieuws lezen. Heb je dat wel eens gedaan of niet? Ja, maar dat klinkt natuurlijk niet. Nee, het klinkt niet. Goed, gaan we dan ook maar niet doen zometeen. Ik ga jou danken, Richard Otto. We gaan horen hoe groot dit dan uiteindelijk gaat worden. Ik dank Joost Oranje, de hoofdredacteur van Nieuwsuur, en Arno Kantelberg. Ook fijn dat je er was. Tot 11:30, Carl Johan de Zwart.